Hallo allemaal en welkom bij deze slagkant video review van de nieuwe Byzance modellen voor 2016. De Byzance serie, je kent het verhaal misschien, de bekkers worden handgehamerd in Turkije en vervolgens naar Duitsland verscheept om daar verder afgewerkt te worden. Zo krijgt Meinl toch de Turkse klank, maar wel de Duitse eindcontrole. Er zijn dit jaar geen echt nieuwe modellen in de serie. Wel allerlei variaties op bestaande modellen. En zoals je kunt zien, het zijn er heel wat en ze zijn voornamelijk vrij groot. En we gaan ze stuk voor stuk aan jullie laten zien. Dit zijn de Big Apple Dark Rides. Die bestond al in 22 inch. Er zijn nu een 20 en een 24 inch toegevoegd. Opvallend dun, donker bekken met een hele kleine cup. En een hele vlotte aanspraak. Ik ga beginnen met de 24 inch. Nou ja, je hoort dat dit bekken heeft een ontzettend lange systeem. Wil je nou een iets meer gedefinieerd geluid, dan hebben we de 20 inch Big Apple Ride. Je hoort hetzelfde donkere sound, hetzelfde complexe karakter, maar wel aanzienlijk lichter en beter te controleren. Ook nieuw en een variant op de 16-18 die al bestonden is de 20 inch Dark Crash. Groot crashbekken, flexibel, ondanks dat het ongeschoren is, spreekt hij makkelijk aan. Hele donkere, wat trashy sound. Er zijn twee nieuwe crashes in de Byzance reeks, de 16 inch Dual Crash en de 18 Traditional Light Crash. Traditional Light Crash is echt een zoetige, dunne crash, hele makkelijk aansprekend bekken, niet te luid, dus als je wat steviger werk speelt dan kom je hier heel snel mee tekort. De 16 inch Dual is natuurlijk een variatie op de grotere Dual Crashes. Anders dan bij de grote duels kan je hier niet echt een rijdpatroon op spelen. Daar is hij net even te klein voor. Het heeft wel natuurlijk de kenmerkende extra geschoren dunne rand. Waardoor het bekken net even wat lekkerder aanspreekt. Ik ga eerst eventjes de Tradition Light Crash laten horen. En dit is de 16 inch Dual. Er zijn twee nieuwe splashes binnen de Byzance reeks. De 10 inch Trash Splash met een aantal mooie grote gaten in het blad. Die gaten die zorgen ervoor dat het bekkentje wat trashier wordt. En daar haalt hij zijn naam natuurlijk vandaan. Het oppervlak van het bekken is gezandstraald. Dat maakt hem extra flexibel en de klank ietsjes donkerder.
Ook nieuw is deze 10-inch Dual Splash. Eigenlijk een mini variatie van de 16-inch Dual Crash. Super dun en heel snel ook weer. Pièce de résistance van deze recensie is de 16-inch Vintage Pure Hi-Hat. Ik was er al in 14 en 15, Meinl heeft het nog een maatje groter getrokken. Ja, het hele kenmerkende, poederige, totaal verweerde oppervlak. Super droge klank en een hele bijzondere respons. Ondanks dat het een hele grote hi-hat is, merk je dat hij toch heel makkelijk reageert. Ook met de voet is hij nog prima te bespelen. Zelfs die crashende accenten, die komen er nog prima uit.